Lekker kopje thee. Maar ja, Jock Eggers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en... vandaag heb ik voor jullie episode 5 van Zoo Tycoon 2, de Durpsoe. En ja, wat een leuke intro was dat niet. Ja, ik heb een beetje last van mijn keel vandaag. Dus ik heb een lekker kopje thee hier staan. Dus ja hoor, zo yummy. Lekker sterk ook, Jan. Maar ja, dit is dus episode 5 van de Durpsoe. En ja, het deal wat wij vandaag gaan plaatsen is... Stroopgeroffel. Ik zet er geen effect onder. Maar dat is een haai. En drie mensen hebben dat gevraagd onder episode 3. Er werd 3 keer een haai gevraagd. Ik zat wel te twijfelen tussen een panda of een haai. Want bij episode 4 werd 2 keer een panda gevraagd. Maar ja, omdat we in episode 4 een plein hebben gemaakt, hebben we in principe niks met dieren kunnen doen. Dus ik heb daar ook nog even bij gekeken. En 3 mensen zeiden een haai. Dus ja, die gaan we dus ook doen. Maar goed, laten we maar eens even de zoo op gaan starten. Hier de Durpsoe 1. Let's do this. Maar jongens, ik wil even laten weten dat het hele like systeem met Ronald speelt Minecraft niet meer doorgaat. Ik ga nog wel even door voor 2 episodes. Dus ja, nog even 20 likes onder episode. Wat is het? 21 of 22 of zo. In ieder geval de laatste ronde speelt Minecraft. Dan komt de volgende online. En daaronder is de 15 likes. Dat is een korte episode. En ja, vanaf dat moment gaan we niet meer met likes werken. We gaan wel met Pokémon met likes werken. Denk ik. Moet ik even kijken. Maar dat zien we dan wel. Even kijken. Maar goed, Zoo Tycoon dus. Eens even kijken. Oh ja, dit hadden we in de vorige episode gemaakt. Hè? De plein. Even kijken. Hoe ziet het eruit? Op de kaart. Op de kaart. Op de kaart. Op de kaart. Oh mijn god. Dit hadden we helemaal niet afgemaakt. Dat was ook zo. Nou gaan we dit ook nog even erbij doen. Vandaag. Oh mijn god. Lekker veel. Even kijken. Plaatsen we hier even een personeels. Ja, plaatsen we de 2. Sure. Why not do it? Even kijken. Goed. Dan moeten we even een zandpad maken. Want dat lijkt het op een, ja, plek met zand dus. Even kijken, zo. Dit kun je ook bekleden. Dat vieze moddergrub. Maar dat doe ik niet, want wel, dat hoort niet bij het gebouw. En het staat wel grappig, vind ik. Dus ja, even kijken. Hup, 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 hup. En ja, dit wordt zeg maar het terugtrekplaatsje van de verzorgers. Dus ja. Even kijken, goed. Want dan moeten we even verzinnen wat we er allemaal gaan plaatsen. Nou, ik denk wat bankjes of zo. Kunnen ze er lekker zitten. Zo en zo. En nie. Nou, dat staat dus wel goed. Goed, wat ik nou nog wil doen, is ik wil wat van die overkappingjes plaatsen. Want wel, wees eerlijk, dat staat gewoon chill. Dus ja, even kijken. Zo hierheen. En even bijdraaien. En dan hier nog een. En hier nog een. Oh, dat staat wel erg leuk. Even kijken, ik wil eigenlijk wel iets van een lantaarnpaal gaan plaatsen. Als je doet, dat toch gewoon. Even kijken, zo en zo. Oké, lantaarnpalen. Nou, ze moeten natuurlijk even zo'n ding hebben. Als ze de weg kwijt zijn of zo, plaatsen we het daarheen. Van daar, even kijken, goed. Nou moet ik vuilnisbakjes hebben, oké. Wel, die zet ik gewoon doodleuk hier neer. Zo, recyclebakken. Ik moet ook nog wat meer vuilnisbakken plaatsen op het plein, heb ik al gemerkt. Mijn god, als jullie dat zien, oh mijn god, zo slecht. Even kijken, wat nog meer? Een drinkfontein, oh, dat zouden ze wel waarderen, denk ik. Plaats ik daar een drinkfontein. Ja, sure, plaats ik daar een drinkfontein, dus die wegkomt, kunnen ze drinken. Dus ja, ze hoeven niet meer. Want ik ben een krenterige baas. Even kijken. Mensen zeiden ook, maak een speelplaats voor kinderen. Dat gaan we ook doen, alleen niet nu. want wel, ik wil dat het bij het volgende plein gaan maken. Ja, we hebben ook wat van die onderhoudsmedewerkers nodig. 1, 2, 3, 4. Zo, ik plaats er even wat extra vuilnisbakjes. Mijn keel is echt gewoon helemaal naar de kloot. Ik klink waarschijnlijk hartstikke zwaar en lelijk en oud en brrr. Even kijken, zat met vuilnisbakjes. In plaats van bij iedere ingang zo'n ding. Nou ja, ze hebben wel genoeg zo, denk ik. Jezus. Nou, even kijken. Goed, dier dus, haai. En dan zul je vast afvragen, Ronald, er zijn zoveel haaien in Zoo Tycoon, welke ga je plaatsen? Wel, ik heb al een hele mooie uitgezocht. Natuurlijk de koning van de haaien, de grote witte haai, moet ik hem alleen wel even vinden. Hi. Wacht eens even, hier. Ja, mensen haai. Of wet haai, weet ik voor whatever, hoe je hem ook noemen. Dus ja, deze gaan we plaatsen, alleen ik heb geen idee waar. Ik zit eraan te denken om eventueel hier te doen zo. Dus ja, doen we dat, denk ik. Ik heb daar wel een leuk plan voor. Even kijken, doen we langs dat krokoverblijf. Zo. Dan maken we dat hier of zo. Dat kan wel. Even kijken, haartje dus. Even kijken, een acrylic.
qua kriel basismuur of bazuinmuur. Mijn god, ik faal echt even. Oké, zo. Hoe groot moet het worden nog? Nou, dan kunnen we hem wel. Zo doen ze, ja. Moet wel redelijk groot zijn volgens mij, ik weet niet. Hey, jee, bekende diertuin. Even kijken, nou nog even tussen. En dan. Jawohl, kijk eens even, mensen. Dat is een mooi bassin. Even kijken, nou, biome, hup dat. Rotsen. Rots, wat een beetje op de zeebodem. Oh, dan heb ik een heel leuk detail. Wacht even, dat plaats ik altijd. Even kijken, waar heb ik dat? Kijk, dit scheepswrak. Oh, dan staat het zo chill hierin. Even kijken. Ja, kijk, daar perfect. Dan plaats je er zo'n kanon bij of zo. Dan plaats je er hier nog een. Dat is een soort van scène van een gezonken piratenschip of zo. Weet je wel, dat is wat ik altijd zo gaaf staan. Even kijken, die boot is een soort van ja, gezonken. Ja, hoe heet zo'n groep met bootjes? Een vaart? Nee, nou, in ieder geval een gezonken groep met bootjes. Die ene is dan helemaal ja, onder de zeebodem gegaan en zo. Vind ik echt wel super episch eruit zien. Er is ook ergens een schatkist. Schatkist. Hallo. Ja, verdomd hier. Ja, schatkistje erbij. En dan nog even wat meer rotsen natuurlijk. Dat kan wel. Sure, kijk eens even. Dit is prachtig. Kijk, echt een prachtig haaienverblijf dit. Geen planten. Oh ja, zeesterren. Oké. Okay. Zeesterren. Als jij zeesterren wilt, meneer de haai, dan krijg je zeesterren van mij. Speeltjes. Rubberboei, zo. Anders scheepswrak. Wat van die schelpvormige bubbelsystemen. Uiteraard, meneer Haai, als jij die wilt, dan krijg jij die dingen. Want zo ben ik. Elderbakriel natuurlijk. Of kabel. Poolkabeljauw, whatever. Oh mijn god, poolkabeljauw. Oh, zo. Goed, eten. Eten, meneer de Haai wil eten. Even kijken, zo plaatsen we wat van die kunstkarkassen met vis zo rond de scheepswrakjes. En dan plaatsen we hier wat dingen hier en zo. En dan, dit kan ook nog wel wat op een scheepswrak, zo. Wat van die net dingen. En dan even zo'n visboei ding achter geval, oké. Okay. Wat is dit nou, een netboei met lokaas, oké. Okay. Er is wel genoeg eten voor die haai, denk ik. Nou moeten we natuurlijk een ingang hebben. Een personeelsingang. Hallo. Oh, daar. Oké. Okay. Ik dacht even, wat de fuck was die personeelsingang gebleven? Kijk, waar plaatsen we die? Wel, die plaatsen we gewoon daar. dit is een heel leuk ding, jongens. Dat zal ik even. Oh nee. Ik weet niet. Dit is een heel leuk ding. Wacht even. Kijk, dan maak ik even een extra pad erbij. En zo even vast de vraag aan Ronald, waarom doe je dit nou? Wel, dit is een heel leuk ding, want daar kan ik uiteindelijk wel iets mee doen. Maar kijk, dan doe je hier bijvoorbeeld zo'n personeelsingang, ja. En dan doe je dit. Even kijken, waar heb ik dat? Moet hier wel ergens zijn. Wacht, ik ga doen gewoon dit zo. Kijk, ja. Een waterfilter, hupsakee. Dat ding dat filtert het water dan dus automatisch. En ja, wat ik nou doe, is ik plaats hier zo'n herso. Ja. En ja. Oké, die gaat hier dan rondom. Kijk, nou, en dan hebben ze hier een plaatsje waar ze kunnen bivakeren. Even kijken, dat moet hier, dat staat lelijk. Doen we dit zo. En dan doen we nog een bankje erbij. Zo kunnen ze lekker op luieren en dan vallen ze de bezoekers niet lastig. Zo, nou, kijk eens even. Notaarpaaltje erbij, body. Kijk eens even. Oh, die, dat is niet mooi. Even kijken. Ja, kijk eens even. Nou, dit is toch prachtig. Kijk, nou, en dan kunnen ze hier zo. Jezus. Daar heb ik last van vandaag. Ho, stomme muis ook. En gewoon typisch die race death ergens. Even kijken. Some good shit, dog. Ik kan echt mooi. Ik kan Morgan Freeman een beetje nadoen. Je weet wel, hè? Ja. Nou, high nummer 1. Hi, 2. Oké, wel. Kijk eens aan, mensen. Bedankt voor het kijken. Nee, we gaan nog even wat meer dingen doen hier. Waarom zit ik nou in het kroonkoverblijf? What the fuck? Waarom zie jij er zo raar uit? Wat is. Het is helemaal vies. Zeg je nou die vieze, vuile flikkerij? Hij ziet er wel cool uit, dat wel. Even kijken. Maar goed, we gaan dus een beetje door het park heen lopen. Ik vind dit echt episch uitzien, serieus. Waar was de personeelsingang en zo? Oh, die was daar, oké. Kijk, en bezoekers die hebben ook helemaal dat ding dus op een kop. Dat is wel cool. Hey, sexy lady. Oh ja, nee. Oh my god, wat is dit dan weer dan? Daar is je grote spin, dude. Daar is je hele grote spin. Oh my god, sneller weg.
Schorpioentjes, oké. Okay. Ik vind het wel cool dat dat ook helemaal geanimeerd is, dat soort filmpjes. Oké. En in een van de falende tar, oké, okay, het zal. Nou, eens even kijken, vuilnisbak Lego. Altijd zoveel mijn kopje thee dan. Maar ja, ik wou toch even een episode maken, want een tijd geleden dat ik erin heb gemaakt. De laatste was volgens mij voor de vakantie. Even kijken. Ik ga even bij de dodo's kijken. Mijn eerste dieren in de dorpshoek. Prachtig toch? Oh, de baby dodo's. Baby dodo, baby dodo. Baby dodo, baby dodo. Baby dodo, baby dodo. Volgende poepelruim even aanvullen zo. Dodo steen. Die vreten ze op, hè? Die dodo steen. Oké, dit lijken het bestjes. Kijk naar wat de falende appels zijn dat, hè? Ik vind wel. Hopelijk komt er een zoete koe 4 uit en is het eten en zo dan een beetje. Nou, is het gewoon überhaupt wat anders. Ik zou het niet erg vinden als het zo ging laten, maar. Het zou wel gewoon episch zijn als je iets van. Ja, gewoon ook een andere mappen zou hebben en zo. En ja, ook gewoon andere dieren en zo. Want ze hebben geen mammoet en zoete koe 2. What? Ja, nee, ze hebben een mastodont. Even kijken. Ja, ladder opgaan. Oh my god, kijk eens even. Ik zwem met de haaitjes. Zie je ook helemaal die fin eigenlijk? Oh, dat is wel cool hè, dat je dat helemaal ziet. Oké, dat is gewoon echt episch. Maar dit ziet er echt gewoon episch uit, oh my god. Ik vind het wel echt gewoon super cool uit. Even kijken, goed, nou dan gaan we even hier buiten lopen. Kijk, goed mikken. Oké, nou dan boeit het mij ook niet. Zo, ladder af. Oké. Even kijken. Ja, het bestand is in principe wel hoog genoeg. Het hoeft niet echt lager of zo. Want wel haaien. Zo kun je de haaien in hun natuurlijke habitat bekijken. Oh god, de mensen komen al snel donatieboxen neerzetten. En voor donatieboxen heb ik een heel leuk iets. Kijk. Dit, de piraten donatiebox. Kijk, mensen, doneer aan mijn zielige haartjes. Kom op, doneer. Heb je nog meer in Pirate Style? Even kijken. Is dit een marine sculpt? What the fuck, man? Grijze Wolf 2 is nu terechtgegooid. Ja, dat we ook, hè. Lol. Even kijken. Dit is nog wel iets. Dit is ook lelijk. Waar je geen drol aan hebt. Wat is dit nou weer dan? Oh my god. Ronald, wat doe jij nou? Dat is gewoon. Ja, doe ik er. Oké, kennelijk niks. Verder in Marine Style. Dus gaan we maar gewoon bankjes. Plaatsen en verrekijkers en alles. Even kijken zo. Verrekijkers. Huppakee. En huppakee. En huppakee. Dat is al genoeg verrekijkers maar gaan nemen. Nou, dan moeten we nog de krokodilverblijf van meer zooi voorzien. Even kijken. Plaatsen we hier nog even zo'n extra ding. Dat is wel cool, denk ik. Nou, stop kutkind. Ga dan gewoon naar de kant, man. Wat is dit nou? Oh, dit is 3. Oh, ja, dat past niet eens. Lol. Hé, kijk, dit is. Oh, ik dacht even dat dit marine was, maar nee, dus. Nou, whatever. Dan plaatsen we wel gewoon een bankje als je zo wilt doen. Doe gewoon een bankje, mens. Want je moet kennelijk overal bankjes plaatsen, anders worden de mensen maar zo van. Ik kan nergens eten. En ja, ik zit eraan te denken om eventueel dan hier ergens zo straks weer een plein te maken of zo. Gewoon een klein plein waar meer toiletten zijn en zo. Maar je moet de bezoekers natuurlijk wel onderhouden, dat is logisch. Oké. Nou, wat meer verrekijkers dan. Zouden ze wel leuk vinden, denk ik, bij de krokodillen. Kijk, zo kunnen de mensen de krokodillen fatsoenlijk zien. Nou, gaan we eens even kijken hoe dit er hieruit ziet. Oh, de mensen zijn allemaal blij. Oh god, kijk eens even. Oh, wat vinden ze het allemaal leuk. Nou, kijk, hier kun je prima zo lopen en zo. Even kijken, nou, dit kan wel ophoepelen. En dit kan ook wel weg. Kan dit ook weg trouwens, jongens? Hallo, ik wil dit weg hebben. Nee, dan kan die weg. Oké. Nou, in ieder geval, hi, hoe gaat het? Wat is dit nou weer dan? Tevredenheid. Neutraal. Oké, what the fuck, man. Het wordt tijd dat ik naar huis ga. Noe, ik geef de dieren tot de donatie. Leuk, mensen haar 1 en mensen haar 2 zitten elkaar achterna. Geweldig. Er zijn een paar dieren die ik echt graag wil zien. Welke dan? Oh my god, de Galapagos reuzenschildpad. Oh my god, die is gewoon fucking episch. Maar ja, jongens, weet je wat ik ga doen? Ik ga het denk ik hierbij laten. Er is niet meer voor mij te doen vandaag. We hebben al een mooi haaienverblijf gemaakt. En ja, we kunnen niet echt meer doen. Wat we in de volgende episode gaan doen, dat mogen jullie beslissen. Weet je wat? Ik ga zeggen, volgende episode, 2 dieren. Jawel, jawel. En ja, 1 dier mag ik kiezen, 1 dier mogen jullie kiezen. Dus ja, laat even achter in de comments welk dier moeten we de volgende episode gaan doen. We gaan 2 dieren doen de volgende keer.
Dus ja, we hebben weer een halve ster erbij gekregen. Yay. Maar goed, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken allemaal. Laat wat likes achter. Het zou echt geweldig zijn als ik wat meer likes onder de video zou krijgen. Want dat geeft mij weer de nodige support om weer een nieuwe video te maken. Dus hoe meer likes, hoe sneller een volgende episode online komt. Ik denk dat ik dat het hele like systeem even van jou ga zeggen. Behalve voor de Pokémon playthrough, want daarvoor zou het wel erg handig zijn. Dus ja, maar goed, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken. En wel, dan spreek ik jullie later. Vergeet geen dier achter te laten. En ja, als jullie bijvoorbeeld zeggen van een panda, dan kan ik kiezen. Dus de kleine panda, reuze panda en zo. Hetzelfde geldt met haai. Ik had uit 5 verschillende haaien kunnen kiezen. Maar ja, dan kies ik gewoon die ik het leukste. Dus zo heb ik mijn zin, zo hebben jullie je zin. Dus ja, maar goed, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken. En ik spreek jullie later. Dus ja, later mensen.